Ramses, piep, de piep, de piep. Ramses. De Edison Oeuvreprijs, een bronzen borstbeeld in de stad Schouwburg en onder andere een televisieserie. Ramses Shaffy werd veelvuldig geëerd. Maar een standbeeld is er 5 jaar na zijn overlijden nog niet. Ik moet wel zeggen, een standbeeld van Shaffy, dat staat natuurlijk in ieders hart. Maar het is wel erg leuk dat op mooie plekken in Amsterdam, daar moet gewoon een standbeeld komen. Zegt Gerard-Jan Alderliefste, voorman van de gelijknamige band en goede vriend van de overleden chansonnier. Moi qui ai vécu sans scrupule. Ramses Shaffy, zoon van Franse ouders, komt na omzwerving in Amsterdam terecht. Zoals hier, in het centrum. Derde Wetering, Dwarsstraat 42. Ik zou hier een standbeeld zetten. Lekker, pontificaal. Kenmerkende plek, omdat het echt de brani laat zien van Shaffy. Het feestgedruis, de burenoverlast, maar ook de creativiteit en zijn hele carrière. En dan is er nog deze plek, die een belangrijke rol speelt aan het eind van Ramses Shaffy's leven. Het Sarfati-huis in Oost, waar hij op 76-jarige leeftijd overlijdt. Hier haalde ik Shaffy op, dubbel geparkeerd met mijn lelijke eend, mijn deusjevo. En dan stapte hij in, na uren te hebben gezegd, nog één wijntje, nog één peukje. Stapte hij in die eend en dan gingen we naar een concert. En dan zei hij, wat een lieve auto is het toch. Allebei mooie en bijzondere plekken dus. Of het beeld van Shaffy er komt, is echter de vraag. Tot die tijd herdenkt Alderliefste Shaffy met zijn band en een paar goede vrienden.